En welkom bij weer een gloednieuwe Science Saturday video. En vandaag gaan we iets anders doen dan dat ik normaal gesproken ga doen. We gaan namelijk een hele leuke test uitproberen. Ik heb er ontzettend veel zin in. Dus zorg er zeker voor dat je eventjes op dat duimpje omhoog klikt. En laten we proberen om de 11.113 likes te halen. Ik ben heel erg benieuwd of het ons gaat lukken. En vergeet ook zeker niet om op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Want op die manier krijg je namelijk een notificatie iedere keer wanneer ik een nieuwe video upload. En hoef je er dus nooit meer eentje te missen. En dan kun je er ook meteen bij zeggen dat je bij de hashtag notificatiesquad hoort. Woep woep. Dus als je dat hebt gedaan, blijf dan vooral lekker kijken. En laten we beginnen. Ik heb een vraag aan je. Wat voor kleuren zie je hier allemaal? Nou, ik zie hier op de achtergrond een rode kleur met roze hartjes erop. Maar misschien zie jij wel iets heel erg anders. En dat komt omdat we allemaal kleuren verschillend zien. Er is een standaard manier waarop kleuren gezien worden. Maar er zijn ook allemaal verschillende soorten vormen van kleurenblindheid. En het kan dus voorkomen dat je bijvoorbeeld wat minder gevoelig bent voor, nou, laten we zeggen rood. En juist heel erg gevoelig voor groen. En dat betekent dat jij rood en groen heel erg anders ziet dan dat ik het zie. Maar de vraag is natuurlijk, hoe weet je nou of je kleurenblind bent? En hoe weet je dat jij kleuren anders ziet dan iemand anders? Want dat kun je natuurlijk gewoon niet met elkaar vergelijken. Dus daar is gelukkig een test voor ontwikkeld. En dat gaan we vandaag in deze video samen doen. En ik ben heel erg benieuwd wat voor resultaat er allemaal uitkomt. Ik vind het zelf eigenlijk best wel spannend, want ik heb geen idee of ik kleurenblind ben of niet. De laptop staat voor me en we gaan nu de test nemen. Dus, nou, wat zie ik hier allemaal? Engels, bla bla bla. Oké, er staat start now. Ik ga er gewoon op klikken. We gaan zien wat er allemaal gaat komen. Oh, oké. Er staat een cirkel in het groen. En daarin zie ik al een cijfer. En volgens mij moet ik dan hier aan de rechterkant gaan kiezen wat voor cijfer er nou in staat. Dus er staat 1 tot en met 9. Er staat ook unsure met een vraagteken. En dat betekent dat je gewoon niet zeker weet wat er staat. En er staat ook nothing. Dus ik denk dat er ook gewoon een mogelijkheid is dat er helemaal niks in het vakje staat. Voordat ik de test echt ga beginnen, lijkt het me wel heel erg leuk als jullie ook samen met mij de test gaan doen. Dus pak er eventjes een papiertje bij en een pen. En zorg ervoor dat je al je antwoorden opschrijft. En daarna zet je het in een comment onder deze video. En dan kunnen we onze antwoorden vergelijken. Ik zal mijn antwoorden ook in de reacties onder deze video zetten. Nou, ik ga beginnen. Hier zie ik, nou, ik zou zeggen nummer 1. Dat is op zich niet zo heel erg lastig. Ik vind het niet super moeilijk. Dus ik klik gewoon op 1. Yes! En dan hebben we 2. Gaat hij gewoon doortellen of zo? Tot nu toe is het nog vrij makkelijk. Dus we gaan gewoon op 2 drukken. 2. En, oh, de volgende is een ander cijfer, maar ik zie ook andere kleurtjes. En het is eigenlijk nog vrij makkelijk. Ik weet niet of het nog lastiger gaat worden, maar tot nu toe zie ik een 7. Maar het kan dus zijn dat jij misschien wel helemaal niks ziet of iets heel anders ziet. Ik vind het zo apart wat de wetenschap is achter mensen, hun brein en hun ogen en wat je allemaal ziet en hoe je dingen ervaart en zo. Dus dat is altijd wel super gaaf. Maar goed, we gaan gewoon door met 7. En hebben we weer een 7, maar nu zijn de kleuren weer omgedraaid, hè? Ik vind die kleur van de 7 trouwens wel heel erg mooi. Nou, tot nu toe vind ik het echt helemaal leuk. Oh my god, deze is heel anders. Oeh, deze kleurtjes doen me heel erg denken aan een balletje die ik vroeger had en waar ik echt heel erg veel mee speelde. Maar ik zie een 3 vrij duidelijk, dus ik druk op 3. De volgende is een 9, deze kleur hebben we al gehad. En dan een 2. Dit zijn weer hele andere kleuren. Dit is wel een stuk lastiger om te zien eigenlijk. Ik ga gewoon op 2 drukken. Ik hoop dat die juist is. 2. Oh my god, deze is heel erg lastig. Wow. Oké, ik denk dat ik het weet. Maar voordat ik ga zeggen, moet je zelf eventjes bedenken wat jij hierin ziet. Misschien zie je wel helemaal niks of weet je het niet helemaal zeker. Ik denk dat ik een 1 zie, maar het zou misschien ook wel een 7 kunnen zijn. Schrijf het op jongens en zet het vooral zeker eventjes in een reactie na deze video. Oké, ik druk gewoon op 1, want dat... Oh my god. Wow! Deze is lastig. Oeh, nou als ik een beetje zo door mijn wimpers heen kijk, dan zie ik eigenlijk helemaal niks. Maar ik zie ook wel een soort van... Oh my god. Wow, ik krijg een beetje hoofdpijn van, jongens. Ik denk dat ik een 7 zie. Ik weet het niet zeker. Ik ga gewoon voor 7. 7. Putting in my answer. Helaas kan ik niet meteen zien of ik het goed heb of niet. Maar dan gaan we gewoon eventjes door met de volgende. En dit is een 2. Dit is een 2. Geen twijfel aan. En dan hebben we weer een lastige. Wow. Maar dit is een 6, denk ik. Klik. Yes. Oh my god. Wow. Ik zie niks, maar tegelijkertijd zie ik ook iets. Ik weet het niet. Wat zie jij hierin? Oh my god, dit is echt heel erg lastig. Hier heb ik dus zo'n twijfelmomentje, want ik denk eigenlijk wel dat ik een 2 zie. Maar tegelijkertijd heb ik echt geen idee. Zien jullie hier iets? Is dit overduidelijk voor jullie? Dat vraag ik me af, want voor mij is het echt heel erg lastig om te zien. Ik ga gewoon op unsure drukken, want ik heb geen idee.
Oh my god! Dit wordt steeds moeilijker, jongens! Hè? Het lijkt alsof alles grijs is, behalve een klein gedeelte dat een 3 is of zo, maar ik zie het niet helemaal. Nee! Oh my god! Ik dacht dat ik een 3 zag. Maar het is een 5. Ik zie nu pas dat het een 5 is. Wow, ik had niet gedacht dat het zo ontzettend lastig zou worden. Maar ik ga gewoon voor de 5. Oh my god. Oh, we zijn weer bij eentje aangekomen die ik wat makkelijker vind. En ik zie hier weer gewoon een 5. Dus ik ga op de 5 drukken. Want nu weet ik deze zeker. En dan zie ik een 3. En dan gaan we voor de 3. En weer een 3. Hè? Ja. Hier zie ik een 6 in, denk ik. Ik weet het niet. Ja, oké. 6. Ik word vrolijk van deze kleurtjes. Oh, oké. Dit vind ik helemaal leuk. Oh, yes! Yes! We hebben weer een overduidelijke. Woe! Een hele felle paarse 2. Ik ga gewoon op 2 drukken, want dit is een 2. En dan hebben we weer eentje die wat lastiger is. Maar ik zie wel een 8. Vrij duidelijk. Dus ik ga gewoon naar de 8. Oh, ik klikte op de 8, maar het lukte niet. Yes! Nou, hier zie ik een 4. Ik vind het vrij duidelijk. Ik vind deze kleuren... Ja, we krijgen steeds weer dezelfde kleurtjes. Hier hebben we een 5. Ook weer van die prachtige blauwe kleuren. Oh my god, I love it! Yes! Uh-oh. Zien jullie hier iets in? Oh my god, ik vind het heel erg spannend. Want ik zie echt absoluut niks. Misschien staat er wel een 4 in. Als ik zou moeten gokken, zou ik zeggen een 4. Het is allemaal grijze stipjes voor mij. Oké, nou ik denk dat ik maar gewoon op nothing ga drukken. Ik zie er echt absoluut niks in. Niks. Oké, dit is dan weer een 1. Dus we gaan gewoon op de 1. Oh my god. Is dit een 1 of is dit een 7? Dat is natuurlijk wel een vraag. Ik weet het niet 100% zeker. Maar ik denk wel dat ik echt een 7 zie. Dus ik ga gewoon voor de 7. Oké, deze volgende is wat makkelijker. Een 3. Ik zie een 3. Dus ik ga voor de 3. Oh, yes! En dan hebben we weer een overduidelijke. Dat is een 1. En dit is een 4. Absoluut. Nee! Nee! Dan hebben we weer diezelfde. Hoe? Dit is ook gewoon zo'n bal met allemaal grijze balletjes waar ik echt gewoon helemaal niks uit kan maken, jongens. Ik heb geen idee. Ik zie er helemaal niks in. Allemaal gewoon dezelfde kleur. Dus ik klik gewoon op niks. Ik zie niks. En dan heb ik hier een nummer 9. Beetje saaie kleurtjes, deze grijze kleuren. Maar ik ga er gewoon voor. 9. Oh my god. Ik zie hier helemaal niks in. Ik vind het zo eng worden. Nee, wacht! Nee. Een 6. Een 8. Een 5? Dit is dus echt gewoon absoluut eentje waarbij ik moet zeggen unsure. Ik ga gewoon op de vraagteken klikken. Ik heb geen idee, ik weet het niet precies. Oké, dit is een 4. Absoluut. En dit is ook heel erg lastig. Maar ik denk dat het een 3 is. Dus ik ga voor de 3. Hebben jullie hier ook een beetje moeite mee of niet? Oh, dit was het al. Dit is het resultaat. Yes, we hebben hem gedaan. Woehoe! En er staat hier dat ik normal color vision heb. Dus dat betekent dat ik gewoon normale kleurenvisie heb. Maar mocht jij nou hele andere antwoorden hebben gehad dan ik, dan kan het zijn dat jij misschien een beetje kleurenblindheid hebt. Dat is echt... totaal niet erg, hoef je geen zorgen over te maken. Maar mocht je het nou zeker willen weten, dan kun je zelf natuurlijk ook gewoon een kleurenblindheid test doen. Online zijn ze heel erg makkelijk te vinden. Het was echt super leuk om deze test met jullie te doen, dus bedankt voor het meespelen. Vergeet ook zeker niet om al je antwoorden in de reacties achter te laten onder deze video. En dan kun je het vergelijken met de antwoorden die ik heb gehad. Oh my god, het was echt super leuk om te doen, dus hartstikke bedankt. Yay! De vraag van vandaag is, wat is jouw favoriete kleur? Die van mij is eigenlijk gewoon een kleurencombinatie. Ik hou van alle kleuren van de regenboog, maar misschien is dat ook wel een beetje vals spelen. Maar ik ben heel erg benieuwd naar jouw antwoord, dus laat me zeker eventjes weten in de reacties onder deze video. En vergeet ook zeker niet om deze video een dikke duim omhoog te geven. En dan zie ik je natuurlijk in de volgende video. Doei!